Wat een bijmooi, die heeft gewonnen. Hij moet een beetje versterkt worden. Ik zou veel. Ja. Dit is helpen, hè? Ja, nee, dat is... Dat besef je? Klein beetje wel, hè? Ja? Kijk eens af naar je spelletje, Janine. Wat zei je? Je spelletje. Ja. Ik ben nog geschreven, maar het is wel... Nee, god, hè, dat is heftig. Dat is wel weer hectisch. Gaat hij goed af? Ja, maar ik heb hem afgegoten, maar het zit ook vet in nog. Nou ja, niks aan het doen. Er zat zoveel vet op de jus, dat ik denk gewoon dat ik het vergeten ben om af te gieten. Heel dom. Ik ben het vergeten. Ben je vergeten? Ja, om het af te gieten. Dat is zonde. Ja, dat is zeker. Maar ik heb nog wel een trucje ervoor. Ik dacht echt wel van, godverdomme, hoe kan het nou zo vet zijn? Ik heb, ja, ik dacht dat ik het had gedaan. Ik had hem zo op gelet. Ik hoop dat het gaat lukken. Ja. Ik moet gewoon even slim zijn. En dat is gewoon met je jus-lepeltje dat afgieten. Ik doe het ook zo met mijn kippensoep, maar ja. Ja, alleen dan heb je daar de hele zondagmiddag voor. Ja. Ja, die heb je nu niet. Nee. Dus, hoe ga je? Oké. Ja? Kwartiertje? Ja. Wat wordt het? Dat ga ik zo meteen pureren, safe en oké. Rijk. Ja. Zo meteen. Nu. Ja, ja. Denk eraan dat je niet te veel verschillende dingen door elkaar doet. Hè? Als je boontjes nodig hebt, of, dan moet je voldoende maken. Ja. Het is toch altijd weer krapper tijd dan dat je denkt. Dames en heren, ondertussen tikt de klok heel rustig door. Net zoals op andere dagen, net zo snel. Wat inhoudt dat we nog 15 minuten hebben om twee prachtige bordjes met verschillende groentes en een jus te maken. 15 minuten. Proeven? Heb je veel geproefd? Zeker. Zoekstuur geproefd? Ja. En nog even lekker een slokje jodium. Oh. Hey, de smaak van vlees, hè? Ja. Mollig, zit in je mond. Dat is goed, denk ik. Maar er moet wel iets mee gebeuren. Ja. Maar dat je weet hoe je dat heeft gedaan, hè? Beetje citroensap, beetje dit, ja. Heb je dat. Hij gaat niet, ja. Jij kan nu sturen waar je deze basissaus naartoe wil brengen. En het moet allemaal je groentes en je dingetjes gaan ondersteunen. Saus zorgt voor het huwelijk. Bon. Wat zit hierin? Wortel. En wat ga je ermee doen? Ook een pureetje. Pureetje. Nou, asperges is ook bijna een puree. Nee. Blijf scherp, hè. Denk aan de tijd, hè. Jullie hebben nog 10 minuten. Hallo, dank voor jullie. 10 minuten. Ja. Hoort het? Hoort het. Gaat redden. Maar het is wel een rij tegen de klok. De laatste 10 minuten wil ik mijn bord opmaken. Dus ik ben gewoon aan het aftellen tot 50. En bij 50 moet het gewoon klaar zijn. Eerst klaar, eerst klaar, eerst en klaar. Vader wordt dus klaar. In die laatste 10 minuten kan je details aanbrengen. Kan je smaak op de rit krijgen. Kan je het bord mooi opmaken. Die 10 minuten zijn echt cruciaal. Wat is dit? Wat is dit? Deze is hetzelfde, alleen met sherry azijn nog aangemaakt. Wat is het? Wat moet het worden? Kippenmeel. Het is echt naar de zure komt. En hij zegt net vandaag. Je hebt de verschillende labels van de zuur. Wat zit onder dat papiertje? Daar heb ik winkel in. Goed zo. Rustig laten dan. Ja. Ja? Kom op jongens, laatste minuut. Wat? Bart heeft ook nog eens vlees gebruikt. Laten we hem even schaden. We hebben niet gezegd dat we twee taartjes leggen. Bij de markt als ik die taartjes daar liggen en dan niks mee doe. Ik zelf heb het niet gedaan, want ik heb het goed in de jus gehouden. Dus ik ben benieuwd de jus ervan vindt. Het moet groentegerecht zijn, maar alle groentes die aanwezig zijn, die vonden zo mooi en hoopvol dat de lange kinderen tot daar, die mag erbij. Maak er wat moois van. Deze moet wel een keer gesteerd worden. Ja. Om even te nemen. Oh, oké. Okay. Is het alles wat je... Nee, ik heb hier nog. Oké, doe er een beetje bij. Ja. Wat een joekel van een bord, zeg. Nee, nog niet. Als je hem doorgeeft. Oh, dan. En hoeveel tijd heb je nog? 5 minuten, 4 minuten. Oké.
op. Kom op jongens, laatste minuut af. Kijk of alles op mijn bord ligt. Dat moet er doen, dat moet er, maar te maken zeggen er over. Dat moet erbij pakken, dat moet erbij pakken. Dus ik zag eigenlijk alleen maar die olie zien liggen met die mooie rolletjes erop. Dat is wat ik daar niet meer. Nog 2 minuten. Bol. Ja, die aardappel, dat heb ik echt zo betwijfelen. Het is een hele andere soort smaak. Wat moet bij die priester past. Dat heb ik hem aan het bord gegooid. Als het een heel goede kop. Maar als het er wel een beetje een bang hoofd was, met zuurheid, die had ik toch, want die had ik gebruikt voor die pret eraf te halen. Oh, chef, chef! Nee! Ah! Je zou! Kunnen wij niet meer kijken? 5, 4, 3, 2, 1, stop gemaakt! Hallo, sta je hoor! Ah, dat ligt erop! Ben je me niet eens laten schrikken, zeg? Dat is niet goed, hè? Ik vond het heel erg vol. 3, 2, 1. Als ik hier door naar huis moet, dat zal. Ik zou dan echt onwijs balen, want ik wil niet naar huis. Hij is wel voor mijn plek. Ik weet gewoon niet of het goed genoeg is. Ik weet niet wat die andere 5 hebben gedaan. Ik weet niet of dat voldoende is. That's it. Straks in Masterchef. Ik heb gekozen voor iets wat niet gedemonstreerd is tijdens de Masterchef. Ik dacht, ik wat zegt u me nou? Bepalen van hoeveelheden, daar zit wat probleem. Het is een beetje uit balans. In Argentinië ontmoet Heather eindelijk haar Skype-liefde, Diego. And she looks even prettier in person. Het begint als een foutje, tot ze een vervelende ontdekking doet. Why are you telling her girlfriend? We just had kids, then. Or did you keep it up? We had kids. Ooh. Vakantieliefdes, donderdag om 9:30 op Net 5. Instant freshness. Met een blikje vol smint. 50 grote smint. Voor extra lange frisheid. Waar je ook bent. In verschillende frisse smaken. Smint. Instant freshness. Samen met mij gezien.
ik boek uit thuis. Hij is werkelijk van opgroeien in een zus. Voor vandaag nog kindsponsen en ontvang dit vanmiddag. Ik ontdek zelf dat lekker gebeten chili nu nog lekkerder is. Roeren, even wachten, nog een keer roeren en proeven. Met op de laatste slok een volle naamsluiting. Er is een file van 17DEO en die staat er niet op de kaart. Dus die mag je niet in. Dan kan ik even helpen. Ik begon lekker het programma voor Facebook niet. Dat stel ik dus al 20 jaar. Dit wordt zelfs gevierd met een 20 jaar klas en middelhof. Met heel veel kans op 20 euro. Grasloten, kras en min. Tot zo! Nieuw van Goals. Een baasje aan het originele recept uit 1922. Vooral om echt golf in en echt terug te zien. Golfkraat. Later zoals het bedoeld is. Nu gaat de chocolade bij 22 jaar op de winkel. Stel je houdt nog wel van werk en overleven. Ja, je vindt niets leuker. En internet werken, dan ben je gek op vier golven. En sms'en, iedere nacht. Dan heb je natuurlijk het nieuwe SIM-only-abonnement van Simpel. Daar kun je voor 12 euro all-in heel veel internetten, sms'en en bel. Bestel snel op Simpel.nl. How do you know?